Druk ligt wel een beetje bij de thuisploeg, bij Roda. Het vernieuwde Roda, dat wordt wel geacht van Top Os te winnen. Maar Top Os is altijd een taaie ploeg. Niettemin, in de 30ste minuut de voorsprong terecht. Dat is een hele mooie trap van Marzo. En dus leidt Roda in die eerste helft. Het is ook veel en veel sterker. Hier de gelegenheid om op 2-0 te komen. En uiteindelijk gebeurt het ook. Aalberg, assist van Vloeken, die in eerste instantie daar niet helemaal doorkomt. Wat lang wacht, maar een herkansing krijgt. En die zijn Aalberg wel besteed. Top Os komt er in de eerste helft eigenlijk nauwelijks aan te pas. Het is tamelijk eenzijdig. En het is 3-0 via Kroeks. Je mag daar toch wel een fout van doelman Geens noemen. Uit de draai wordt nog even vastgehouden door Fleuren. Maar krijgt dan de gelegenheid om die bal nog eens goed te leggen. Dan is het 3-0 bij rust. En komt Top Os ook in de tweede helft maar zelden tot grootste daden. Dit is een lopje van Kroeks. Gaat net over. Maar toch, de bezoekers die wat proberen terug te doen. Dit is niet onaardig. Van der Heijden uit de draai. Het is niet makkelijk om op die manier te scoren. Dat lukt hem dan ook niet. Maar het was in ieder geval iets van Top Os dat in die tweede helft beter stand hield dan in de eerste helft, waarin het eigenlijk volmaakt kansloos was. Hier weer Van der Heijden. Hij krult hem net naast. En trekt daarbij een behoorlijk chagrijnig gezicht. Dan krijgt Roda nog een uitstekende mogelijkheid om er 4-0 van te maken. Mils, maar hij verspeelt de bal. Aan keeper Geens die een beetje wraak neemt. Maar Roda wint uiteindelijk wel met duidelijke cijfers. En verdient met 3-0.